Ik hoor dat jullie ergens mee gaan stoppen. Vertel. Wij zijn vanaf 2001 zijn wij Skoda dealer. Alleen wij merken dat we daar onze drijf niet meer in kunnen vinden. We missen een beetje het eigen ondernemerschap. En omdat? Er wordt heel veel voor je bepaald. En wij willen gewoon zelf weer onze eigen keuzes gaan maken. Dus wij hebben besloten om als universeel onafhankelijk autobedrijf verder te gaan. Dus dat is niet stoppen? Nee, we gaan juist niet stoppen. Na 75 jaar historie ga je niet zomaar stoppen. 75 jaar. Ja, derde generatie. Heel trots. Wat is het beste wat er volgens jullie dadelijk anders is, doordat jullie onafhankelijk zijn? Wij worden nu heel veel gezien als Skoda dealer. Mm-hmm. Dus wij merken heel snel dat heel veel mensen met andere merken auto's onze deur voorbij rijden. En dat, wij denken dat het gaat veranderen nu. Dat de mensen makkelijker naar binnen komen. En dan zien dat we staan voor kwaliteit en staan voor service. En dat wij graag de klant behandelen zoals de klant behandeld hoort te worden. Maar is het dan zo dat mensen met een Skoda niet meer naar jullie komen dadelijk? Nee, juist niet. Want we gaan juist ons eigen heel breed oriënteren. En 14 jaar historie gooi je niet zomaar weg. Ervaring gooi je niet weg. Nee. Dus juist die mensen blijven ook van harte welkom. Ja. En hoe gaan jullie zorgen dat ze ook blijven? Kijk, dat is heel erg leuk. Wij hebben inmiddels ook besloten om ons aan te sluiten bij After Sales Concept, Autocrew. Ja. Autocrew is onderdeel van Bosch Car Service. Mm-hmm. Dus wij hebben juist ontzettend veel kennis en know-how op het technische vlak. En juist ook van heel veel andere merken. Waarvoor kunnen mensen terecht bij jullie? Nou, wij zijn eigenlijk een allround autobedrijf. Mensen kunnen bij ons voor alles terecht. We hebben naast het autobedrijf een auto wassen. En we hebben een tankstation. En we gaan dat juist steeds meer onder één hoed brengen. Dat de mensen gewoon bij ons komen en dat hun auto netjes schoon is. Dat ze de tank volgegooid hebben. En dat de auto ook nog eens een keer de beurt gehad heeft die nodig heeft. Voordat ze naar huis voordat gaan, ze naar huis is dat gaan. Allemaal gewoon ja. Gedaan. Wauw, we zouden het leuk vinden als de mensen zelf de auto komen brengen. Dan krijgen ze nog een kopje koffie. Ja. Dan kunnen ze ondertussen nog even de telefoon en de Facebook bijwerken. Daar hebben jullie ook ruimte voor? Ja, we hebben een mooie coffee corner. Ja. Oké, okay. Wifi, alles. Dus alles. Ik kan bij jullie een keer aanschuiven en komen werken. Graag zelf. Ja. En dan wassen jullie mijn auto. Ook nog. Zo is het. Ja.